Op moment van opname zitten we in april 2023. Maar dit weerhoudt mensen er niet van om nu al best-of lijstjes te maken. Zo blijkt het kanaal Dutch Dashcam best-of Dutch Dashcam 2023 al te hebben gemaakt. Dus de komende 8 maanden doen er niet meer toe. En toch is mijn nieuwsgierigheid gewekt wat voor ongein wij tegen zullen komen. Ja, kijk, aanschouw, luistert, huivert. Dit kruis staat hier om vrijbaan te geven tegen inderdaad auto's die moeten invoegen of de fietsers die hier doorheen willen, indien er een oponthoud is door dat stoplichtje, verkeerslichtje, die daar verderop staat, zoals hier ook gebeurt. Maar dan heb je nog altijd tegenliggend verkeer. Dan vraag je je af, wat is de Mercedes hier in kwestie aan het doen? Is sowieso al niet aan het begin van het clipje niet erg aangesloten tot de haaientanden. Wellicht daardoor de situatie niet helemaal goed hebben kunnen zien, wat ik een beetje frappant vind. Want als je gewoon daadwerkelijk naar links kijkt, want naar rechts hoef je niet te kijken, want dat verkeer staat stil. Vanuit de dashcam bestuurder, ja, dat staat stil. Dus je hoeft alleen maar naar links te kijken en of je fietsers blokkeert. Nou, geen fietsers links, dat hebben we gezien. Maar je zou zeggen, deze auto hier in de verte is toch wel heel overduidelijk te zien. Wat bezielt je dan om dit te doen? Ahoega! Stom! De A28 bij Amersfoort. Het snelheidsverschil tussen de twee banen is bijzonder. Daar krijg je gewoon automatisch al een whiplash van. Ik voel mijn nek nu al opspelen. Mijn hemel. Nou, is het ook wel echt een naar clipje. Want het snelheidsverschil tussen de twee secties, om het zo maar even te zeggen. Want je ziet hier het geblokte ertussen. Dus we hebben hier te maken met een afslag. Als ik het goed kan herinneren bij dit... hoe heet zoiets? Een vlinder. Vlinderovergang. Vlinderboog. Oh, ze noemen het in Nederland helemaal geen vlinder. Het zou dan een klaverbladknooppunt zijn. Je hebt klaverblad, turbineknooppunt, windmolenknooppunt, sterkknooppunt, mengvormen van 4 richtingen, et cetera. Ik geloof dat bij Amersfoort daar een klaverblad was. Leuk. Oké, boeien. Maar de twee rechte banen gaan naar richting, wat is het, Hilversum, Amsterdam, et cetera. Gaat langs Amersfoort Noord. Nou, gebeurt vaker, inderdaad. Yippie-ka-jee. Snelheidsverschil is bijzonder groot. En dan, ik heb het ook, als ik in zo'n situatie kom, is het altijd billen knijpen van wat er gaat gebeuren. Let de mensen op. Blijkbaar niet. En dit is gewoon... hoogstwaarschijnlijk is er een vrachtwagen op een vrachtwagen geknald. En deze vrachtwagen van de dashcam knalt weer tegen een andere vrachtwagen. Tering. Het zal je maar overkomen. Verschrikkelijk. Binnenstad Amsterdam. Dit is dichtbij de... Fuck, hoe heet het museum? Rijksmuseum? Bij de Dam in ieder geval is dit dichtbij. Maar in de 3 pixels die we zien. Fietser. Vrachtwagen. Ja, met als fietser win je dat niet. Nou, moet ik ook zeggen, die vrachtwagen komt wel uit een ongebruikelijk weggetje vandaan. Dit is volgens mij een hele specifiek weggetje wat voor laden lossen, voor vrachtwagens specifiek bedoeld is. Dus ja, kan me voorstellen dat je als fietser daar niet per se een vrachtwagen vandaan verwacht. Met als resultaat inderdaad... Ja. Antwerp. Goeie pit van de vrachtwagen. Nou, verwacht je niet dat een vrachtwagenchauffeur bij de autoriteiten hoort. En dat dit een voortvluchtige is. En dat er zomaar een pit wordt ingezet. Maar ja, gevalletje van dode hoek. Niet goed gezien. En met als gevolg, ja, sta je dan met je goede gedrag overdwars op een snelweg. Hemel. Wauw, gevalletje aquaplanning, want wacht eens even. Dit zijn er gewoon 2 tegelijkertijd. Hier links het voertuig verliest de controle, maar hier rechts ook.
Echt alsof het afgesproken werk is. Maak ook echt zo'n beetje exact dezelfde manoeuvre. Dezelfde swerve. Ik weet niet exact van wanneer dit is. Maar ja, er zijn natuurlijk dit jaar ook nachten geweest. Waarop het heeft gevroren. Nat, koud, glad, et cetera. Verhipt. Er staat hier zelfs ook een auto in de berm. Dit deel van Badhoevedorp is wel bijzonder gevaarlijk dan, hoor. Als er 3 auto's op hetzelfde punt gewoon allemaal wiep, gaan. Hemel. Een nacht. Wat? No way. En nu pas zie je hem. Oh mijn god. Je hart gaat door je kont heen. Maar dit verwacht je toch ook niet? Oh, ik schrik hier eigenlijk wel een beetje van. Nou zou ik qua context kunnen inbeelden dat het bewijzen van een zaterdagnacht is. De jongen heeft te veel gedronken, heeft taxi gemist, bus gemist, et cetera. En is zijn weg naar huis aan het banen. Maar dusdanig diep in het glaasje gekeken dat hij gewoon... ja, letterlijk de weg kwijt is. En dus gewoon midden op een provinciale weg waar ze 80 mogen rijden. Of 60. Ja, 80. Er gewoon midden overheen loopt. Dat zou context kunnen zijn. Maar ja, als je rijdt en je ziet dit ineens. Het is zo donker ook gewoon. Het is gewoon rustig zijn weg aan het vervolgen. En daar staat er ineens één. Je zou bijna denken het is een spook. Iemand had een Formule 1-wedstrijd gekeken, volgens mij. Wat maak ik hier mee? Een auto gaat gewoon veel te snel door de bocht heen en haalt het niet. Dat is wat ik denk, maar hij lijkt helemaal niet zo snel te gaan. Ja, of dat is gewoon even een illusie van de snelheid, maar dit is wat we noemen onderstuur. Dat is gewoon knap lullig. Nou vermoed ik dat dit een achteruit dashcam is. Dus een dashcam die bij je achterruit staat gemonteerd. Dan sta je gewoon langs de kant van de weg te wachten. Of wat het scenario ook mogen wezen. Dit is toch knap lullig. De locatie is Schimmert. Waar is Schimmert? Zuid-Limburg. Echt noordoost van Maastricht. Maar ja, hallo, let je niet op. De hele weg hier naartoe, zie je het? Zou je het kunnen zien? Zou je het kunnen zien? Zou je het kunnen zien? En ontwijkende manoeuvre. Bats. Het is frappant dat dit heeft kunnen voorvallen. Dan zou je bijna zeggen van, kijken mensen überhaupt wel voor hun? Of om zich heen? Dit is wat we noemen overstuur. Het bestelbusje in kwestie, het wordt mooi in slow motion wordt het gezet. Maar die heeft behoorlijk de vaart in. Maakt daarbij een stuurbeweging, waardoor uiteindelijk de kont uitbreekt. Nou vraag ik me ook af, hoe hard was het bestelbusje überhaupt aan het gaan? Want om zoiets uit te laten breken, moet je wel behoorlijk sneller gaan dan dat die auto aan kan. Hallo, wat was je intentie? Want je mag hier hoogstwaarschijnlijk 60. Staat zelfs op het bordje. 60, die ging gewoon gezien de verkeersomstandigheden en de weersomstandigheden ging die gewoon veel te hard door de bocht heen. Met uiteindelijk overstuur en even grasmaaien. Nou, laat het grasmaaien maar aan de gemeente over. Dat hoef je niet zelf te doen. Nee. Iedereen... Iedereen heeft altijd haast. Iedereen moet er altijd sneller zijn dan de rest van de mensheid. Maar hier mag je niet overheen. Dus daar is het... Zo ziet het eruit. Wettelijk bepaald mag je niet overheen. En dan zou je zeggen van... Oké, weet je, hij haalt er nog eentje in. Dan prikt hij hem wel in dit gaatje. Het is niet echt een gaatje, maar dan forceert hij hem daarin. Nee, de bestuurder in kwestie heeft het dusdanig hoog in zijn bol... dat hij verder gaat rijden... En eigenlijk gewoon het gras gebruikt als extra rijgebied. Ja, ben je van God los? Hallo? Ja.
Je hoorde het commentaar al van de dashcam-bestuurder. Ja. Die zag het allemaal al gebeuren. Ja, dit telt gewoon als doorgetrokken streep. Dubbel, hè? Dubbel. Dat is leuk. Plus, er komt een bochtensequentie aan. Nou, bij de bochtensequentie hier is het ook nog het geval dat er zo'n middenbarrière zit. Dus de bestuurder links raakt volledig in paniek, want die zit van, want daar verderop komt een vrachtwagen aan. En als ik die hele bocht moet volgen, met die middenbarrière ertussen, waardoor ik uiteindelijk niet kan oversteken, dan ga ik een vrachtwagen koppen. En dat wil ik niet. Dus in de dikke vette paniek forceert hij hem er hier alsnog tussen. Maar ja, wat bezielt je om daar in te halen? Jongen. Goed commentaar, dank u wel. De Mercedes voor ons, die was een spookauto aan het inhalen. Want dit is onnodig. Je zou bijna denken van oké, die heeft een scène in Fight Club gezien en in zijn leven een beetje beu. Om vervolgens weer een ontwijkende actie te maken. Maar waarom? Wat is het motief? Ook al heb je een solide motief. Niks praat dit goed. Niks. Dit sloeg zo nergens op. En dat is dus waarom je niet rechts mag inhalen. Er is gewoon één regel. Al het inhaalwerk wat je doet, doe je via links. Dus mensen verwachten het niet als je ineens met je klote A-klasse ineens van rechts komt aanduiken. Had je nou echt niet die paar seconden extra kunnen wachten, was dit daadwerkelijk hoog nodig? Want als hij inderdaad gewoon even de situatie had beoordeeld, in plaats van de keuze al had gemaakt, dan zag hij dat dit middelste voertuig de knipperlicht uit had en naar rechts ging. En dan had hij helemaal niet zo wijd moeten uitwijken. Of hoeven uitwijken. Dit was wederom tering onnodig. Waarom dit zo gevaarlijk? Veel te hard. Ja, ik zag het al. Die ging zo veel te hard. Plus, er wordt ons voorgelogen. Zie jij wat er fout is? De titel beweert Best of Dutch Dashcam 2023. De datum die hier staat, 8 oktober 2020. We zijn 2,5 jaar verder. En dit wordt gewoon nog in een compilatie van 2023 gegooid. Ik voel me voorgelogen. Ik voel me bedrogen. En ik maak een veel grotere heisa over een filmpje. Je ziet het al aan de snelheid en de hoek van de bocht. Hier was hij hem kwijt. Awooga. Het zal je maar overkomen dat je dusdanig hard rijdt dat dit je overkomt. Ronduit. Gênant. In Doetinchem leven ze in hun eigen wereld. Ik zat naar die vrachtwagen te kijken. Ik denk, waarom wijkt die uit? Wat is de bedoeling van? Nou, je ziet het eigenlijk al een beetje van hoe dit is opgesteld. Er staan twee witte voertuigen, staan hier geparkeerd. De Opel Corsa staat gewoon netjes aan de zijkant. Maar de auto daarvoor staat nogal een beetje naar links toe. Die neemt iets te veel ruimte in. En dan denk je, die heeft niet opgelet vroeger. Want het is links, rechts, links kijken. Want je ziet, hier zie je het gezicht, in de 3 pixels die het moeten weergeven, dat de persoon naar links keek, naar rechts, en vervolgens niet meer naar links. Nee. En bijna voor zijn of haar sokken worden gereden. Links, rechts, links. Maar het was wel zo'n godzijdank beweging. Ja. Gekkigheid, joh. Oppassen. Plus, het was ook helemaal geen punt van oversteken, dus weet je, mocht je daar doen, wat eigenlijk niet mag, wees extra voorzichtig. Auga, dit is geweldig. Features, wie houdt er niet van ze? Ja, wat bezielt je? Ik zie niet wat het kruispunt voor mij te bieden heeft. Ik ga naar links toe. Dit toont maar weer aan dat het brein van jongeren op die leeftijd gewoon nog niet ver genoeg ontwikkeld is om zulke soort inschattingen te maken. Om de consequenties van bepaalde acties in te zien. Abel, dit had je dood kunnen zijn. Een spookrijdende fietser. Wie houdt er niet van fietsers, hè? Wat? Nederland heeft misschien van heel de wereld de beste fietsinfrastructuur alle tijden. Dan heb je van die wielrenners of bepaalde fietsers die
over het normale wegdek heen gaan. Dan zit je van, oké, onnodig. Maar dan rijden ze in ieder geval nog wel met het verkeer mee. Deze jongeman besloot op een willekeurige nacht... Wacht. Ah, op nieuwjaar... Oh, die heeft diep in het glaasje gekeken. Het staat achter de YouTube-speler. Nieuwjaarsdag, 4:10 in Apeldoorn. Dacht van, nou weet je, goede voornemens. Ik ga doen alsof ik in Groot-Brittannië woon. Godverdomme, iedereen rijdt tegen me aan. Wat gebeurt er? Oh, zo onnozel. Ik zat ervan. Dat is niet hoe het werkt. Wat? We rijden achter een voertuig aan. En ik denk dat hij de verkeersborden verkeerd heeft begrepen. Want er is uiteindelijk een rechtdoorweg en zo direct een afslag. En wellicht dat de navigatie een beetje de bestuurder in het ootje heeft genomen. Want de navigatie kan dan zeggen, houd links aan om rechtdoor te gaan, weet je. En wellicht dat zeg maar zo opgevat werd. En denk, oh, links aanhouden. Shit, dan moet ik deze hebben. Ja, en dan vervolgens rij je op de verkeerde weghelft. Want de afslag hier is het. Waarin je rechts kunt afslaan of links aanhouden om rechtdoor te gaan. Dus navigatiefoutje. Ja, onfortuinlijk. Maar maak ik dit daadwerkelijk mee? Dit maak ik mee. Iemand was op een afslag achteruit aan het rijden. Dus dan kunnen we ervan uitgaan dat de intentie was om de gehele afslag achteruit te rijden. Dit gebeurde om 9:15 s'avonds op 17 januari. De gehele afstand achteruit te rijden. Voor wat? Dan kan ik me op zich inbeelden dat de gevaarlijke bestuurder in kwestie wellicht naar het tankstation wilde, want de tank is leeg. En dan één afslag te vroeg heeft genomen, waardoor hij uiteindelijk niet bij de tankstation is gearriveerd, maar er uiteindelijk langs is gereden. Zou je weer zeggen, navigatiefoutje, weet je. Maar dit, wat wij hier zien, is niet de oplossing. Dan twijfel je ook wel een beetje over het intellectuele vermogen van zo'n bestuurder die dan uiteindelijk zo'n besluit heeft gemaakt. Van, ik weet dat dit niet in het boekje stond van mijn rijles. Theoretisch niet en praktijk mag het niet. Wettelijk mag het niet. En ondanks dat het allemaal niet mag, is het gewoon ronduit gevaarlijk. Dat sla ik allemaal in de wind. Leg ik allemaal aan de zijkant. Want ik moet dit doen. Dan zou je ook eigenlijk zeggen van, weet je, moet je per se dat tankstation hebben? Want ik durf je te garanderen dat als je deze afslag neemt, een rechterafslag, een linkerafslag en nog een rechts, dat er uiteindelijk nog een tankstation staat ergens in die locatie. Want het ziet er naar uit alsof het een industrieel gedeelte is. Daar zullen vast wel meer dan één tankstation zijn. Ik ben niet boos. Ik ben teleurgesteld. En met deze teleurstelling sluiten wij af. Dames en heren, dankjewel voor het kijken. Twee video's daarnaast mij maken gebruik van. Graag tot de volgende keer. Tot ziens.